Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport zet een gemberfabriek op te Mungo. Dit zegt Maarten Apaai, onderdirecteur van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland. Apaai stelt dat er veel potentie is in het district en dat de sector exportmogelijkheden biedt voor de toekomst. We hebben gekozen voor gember, niet wij, de gemeenschap, omdat gember een cashcrop is in Marowijne. En Mungo is een centrale plaats waar eigenlijk iedereen kan komen. En we hebben dan gemeend om zeg maar voor eind december de fabriek operationeel te stellen. Apaai zegt dat de fabriek gebouwd kan worden met een geste van de Alcoa Foundation. In de fabriek zal de gember die van de lokale ondernemers afkomstig is verwerkt worden tot poeder. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling gaat samenwerken met belangrijke stakeholders zoals LVV. En we gaan samen trainingen geven aan de boeren. We gaan de lokale bevolking interesseren om meer gember te gaan telen, zodat de verwerking kan plaatsvinden. We gaan klein beginnen, zodat wij de lokale markt kunnen voorzien. En dan kunnen we ook onze vleugels verspreiden naar andere afzetmarkten buiten. Nou, we denken nu aan poeder als specerij, maar gember kan je ook een heleboel andere dingen maken. Je kan medicijn maken, je kan capsules maken, je kan gemberbier maken, iedereen weet dat. En, maar ook stroop in de vorm van gemberpoeder kan ook geproduceerd worden. Want natuurlijk moet je ergens beginnen en dat is ons idee om ergens te beginnen om dan verder te gaan. Vanaf 15 november zal er een training worden verzorgd voor de lokale boeren om ze nog meer vaardigheden van de gemberteelt bij te brengen. Het gaat om ruim 50 boeren. De Alcoa Foundation heeft een bedrag van $80.000 gereserveerd voor dit project.